Superleuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video. Mijn naam is Sabrina. Regelmatig krijg ik pakketjes opgestuurd van bedrijven. En ja, als ik iets ontvang, dan deel ik dat 9 van de 10 keer op mijn Instagram stories. En ik kreeg laatst best wel vaak de vraag of ik verschillende pakketjes wilde gaan opsparen om daar een video mee te maken. Dat heb ik gedaan. Ik heb een aantal pakketjes en 1 goodie bag op dit moment. Het kan ook zo zijn dat ik in de loop van de week nog meer pakketjes binnenkrijg. Maar dan zal ik wat clips in deze video toevoegen. Want perspakketjes komen altijd als verrassing. Dus ik kan het niet plannen. Ik kan wel een half jaar gaan wachten op pakketjes. Maar dan zit mijn hele huis ook weer vol. En daar heb ik de ruimte niet voor. Dus vandaar dat ik nu een aantal pakketjes bij elkaar heb verzameld. En wie weet komt er nog wat. Maar voordat we gaan beginnen wil ik eerst aan je vragen om een duimpje omhoog te doen. En te abonneren op mijn kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. En klik ook gelijk op het belletje, want dan krijg je een notificatie zodra ik een nieuwe video upload. Laten we beginnen met deze zwarte doos. Ik heb de pakketjes ook al opengemaakt, maar ik heb nog niet gekeken wat de inhoud is. Oké. Een tasje, I guess. Heel nice. Oh, ik zie al dat het van L'Oréal is. Van de lijn Carl. Oh. Tadam. Oh, wat leuk! Een spiegeltje. Kijk. Oh, je ziet de camera erin. Ga je. Oh, wat leuk. Oh, wow. Dit is echt leuk. Ik vind het altijd heel erg leuk als merken echt moeite doen voor perspakketjes. We hebben hier een boekje met de informatie over de lijn. Dan gaan we kijken naar de inhoud. We hebben echt heel wat make-up producten. Ik vind het altijd zo leuk. Het voelt net als kerst of dat ik jarig ben. Vanaf 27 september verkrijgbaar bij Ethos en Wehkamp. Goed om te weten. Dit is het eerste product. En dit is een oogschaduwpalet. Ik vind deze heel erg mooi. Ik ben wel van de neutrale kleuren. Dit zou ik minder snel dragen, maar dit wel. Dan hebben we verschillende lipsticks. Ik ga ze niet allemaal swatchen. Want dan wordt het een review video. En dat is niet de bedoeling hiermee. Dit zijn de kleuren. En de kleur die mij het meeste aanspreekt is deze en die. Ik heb op dit moment helemaal niks op mijn lippen. Behalve lipgloss, maar geen lipkleur. Dus ik kan er wel eentje aanbrengen. Dit is de kleur. Omdat ik al een shiny lippenbalsem op heb, komt die heel shiny over. Maar de kleur vind ik wel echt een kleur die ik zou dragen. Thanks, L'Oréal. Dan hebben we een mascara. Oeh. Heel fijn borsteltje, denk ik. Dit is het borsteltje. Ik ben echt heel erg benieuwd. Ik vind het altijd wel heel erg leuk om nieuwe mascara's uit te testen. Dus die. En dan hebben we 2 eyeliners. Een zwarte en een wat lichtere, volgens mij. Wow. Is dit metallic? Ja. Het is een metallic eyeliner. Dan de zwarte. Wow. Heel erg gepigmenteerd. Dus heel chill. Dan gaan we over naar dit pakketje. Oeh. Van Catrice. En volgens mij zitten er koffiebonen in. Want ik krijg koffie. A hug in a mug. Op 1 oktober is een International Coffee Day. Nou, dat is al lang voor mij. Maar leuk. Had ik dat eerder geweten, dan had ik daar misschien wel iets mee gedaan. Cute! Ja, en in de doos zitten heel wat koffiebonen. Dat laat ik maar niet zien. Maar dit is het tasje. Heel schattig. Cute! En dan gok ik dat hier de Catrice producten in zitten. Dit lijkt echt op een verjaardagscadeautje. Wat is dit? Triangle Artist Contour Stick. Dit is een partijtje interessant. What? Wat is dit? Ja, een contour stick. Maar wat? Wat gek. Het ruikt oprecht ook nog een beetje naar koffie ook. Oké, naast dat hebben we ook nog een creamy eyeshadow. Een matte lipstick. Een oogpotlood. En een brow Kamp micropen. Nou, dat vond ik een partijtje leuk. Dan, om in de koffiestemming te blijven, heb ik een pakketje van Starbucks gekregen. En ik had
het al opengemaakt omdat het in inpakpapier zat. Maar kijk hoe leuk dit is. Het is zo gepersonaliseerd. Ik heb nog niet naar de inhoud gekeken. Ik zag alleen dit. Sabrina Putri staat erop. Starbucks PSL box. Hoe leuk. En dit ga ik zeker gebruiken als opbergbox. Oké. Big review. Jongens. Hoe leuk. Oké. Lieve Sabrina. De herfst is begonnen. En dat vier... Dan hebben we met Starbucks PSL box speciaal voor jou samengesteld. Wauw, ik kan echt niet voorlezen zo. Geniet van de lekkernij en heel veel plezier met de goodies. Cute! En ik zie daar dat hangen. Dat zijn vouchers voor Starbucks. Ja, dat vind ik leuk. Oké, we gaan even kijken wat de inhoud is. Heel wat herfstdingen. Ik zie hier Halloween. Iets voor Halloween. Halloween pumpkin decoration set. Cute. Nou, dat betekent dus dat ik maar even een pompoen moet gaan kopen om dit te gaan gebruiken. Vind ik niet erg. Dan hebben we pumpkin spice chocoladereep. Oeh, lekker. Dan cupjes voor koffie, voor een koffiezapapparaat. Single origin Colombia espresso medium roast. Dan een herbruikbare beker. Dit is alweer mijn derde. Thanks Starbucks voor het aanvullen van mijn verzameling. Altijd handig. Ik moet dit echt in mijn tas gaan houden. Maar ik vergeet het 9 van de 10 keer. Dus hierbij de reminder dat ik deze altijd mee moet nemen. Thanks. Dan hebben we een... Oeh. Glitter. Volgens mij een bruisbal van Lush. Ik heb hier geen bad. Maar misschien betekent dat ik een hotel moet gaan boeken om het te gaan gebruiken. Super schattig in de vorm van een pompoenetje. Ik zit helemaal onder de glitter nu. Oh, dit is ook heel erg lekker. Oké. Kaneelstokjes. Hou ik van. En dit is een almond biscuit. Ik weet dat mijn vriend het heel erg lekker vindt. Dus dit ga ik aan hem geven. En naast dat hebben we nog heel veel herfstachtige elementen. Zoals... dennenappels en eikels. Ik kwam even niet op het woord. Oeh! En mijn favoriete chocola van Starbucks. Zo'n chocolademunt. Het ruikt helemaal naar herfst nu. Oh, wat lekker. Oké, ik moet zo even mijn handen gaan wassen, want ik vind het niet echt prettig. Dan hebben we een goodie bag van Babor. Die heb ik een tijdje geleden ontvangen toen ik daar naar het event ging. Ik dacht, misschien is het wel leuk om het in de video te behandelen wat we hier allemaal hebben. Hugs en kisses. We hebben hier verschillende capsules. Een hydro base. Een crème. Smooth en supple skin. Een nagellakje. Dan hebben we een cream. Dan hebben we twee dezelfde crèmetjes. En dan hebben we dit zakje, maar ik weet niet echt wat de inhoud is. Serum. En naast dat hebben we ook nog wat boekjes, een tijdschrift en nog wat informatiedingen. Dan hebben we hier een pakketje van My Jewelry. Oh, ik hou echt van hun sieraden. Oké, even kijken wat we hier allemaal hebben hoor. Ze hebben een nieuwe collectie, namelijk een collectie met Power Stones. The Power of Gemstones combined with Timeless Jewelry Pieces. Cute. En ik heb hier een kaartje gekregen van mijn jewelry. Super schattig. Hier een beetje uitleg over de Power Stones. En ik heb een aantal sieraden dus ontvangen van ze. Ik heb zilveren sieraden met de... was het de roze of de grijze? Volgens mij de grijze. Vind ik cute. We hebben hier volgens mij een oorbel, een armband, een ketting. Nog een oorbel of een hanger. Ik weet even niet zo goed wat dit is. En dan hebben we nog een ketting en een ring. Ik ga gelijk die ring omdoen, want ik ben echt een ringenliefhebber. En ik vind alles van mijn jewelry leuk. Ik heb kettingen, armbanden, ringen. Kijk hoe cute. Er lag een pakketje bij de buren en dit is een goed gevuld treat yourself pakket van Kruidvat. Ik heb hier wat papiertjes, maar man oh man, ik zie pepernoten, ik zie
zoveel dingen. Ik ga dit even uitstellen en dan zien jullie een overview. Ik ben nu bij mijn ouders en daar is dit pakketje binnengekomen. Een adventkalender van NYX. Zoals je kan zien heb ik de deurtjes al opengemaakt. Ik dacht misschien is het wel leuk om een beetje de inhoud van de adventkalender te laten zien. Ik had al op YouTube gezien dat heel veel mensen al deze hadden geunboxed. Dus ik vond het niet echt nodig om dat ook heel uitgebreid te doen. Maar dan weten jullie wat er ongeveer in zit. Het zijn voornamelijk lipproducten. Op zich wel cute. En het grappige is dat dit niet een kerstadventkalender is. Maar echt tot oud en nieuw. Dus tot de 31ste. Dus dat is ook wel, zeg maar, bijzonder. En dat vind ik nog best wel uniek. Dus dit. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om te zien wat voor pakketjes ik nou heb ontvangen. En wat ik er nou echt van vind. Want als ik het op Instagram zeg van, oh, ik ben er excited over. Dan weet je niet daadwerkelijk of ik er echt excited over ben. Maar dat is wel het geval. Ik ben heel erg dankbaar dat ik dit heb mogen ontvangen. En dat ik, ja, best wel regelmatig zulke perspakketjes krijg. Maakt me heel erg blij. Mocht je dit vaker willen zien, laat het vooral hieronder in de reacties weten. Want dan zal ik vaker pakketjes opsparen. Abonneer op mijn kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. En dan hopelijk zie ik je de volgende keer weer bij een nieuwe video. Doei doei!